Ja, liefhebbers van de B&B vol liefde, wat valt er weer veel te genieten. Ah ja. Wow, om maar gelijk in huis te vallen met die Marjan. Ja, in Portugal. Met die noem ik even hoedje voor het gemak. Overal was ze thuis ook. Hoedje op, hoedje. En die heeft een ketting op. Jezus. Dan gooi je een cruiseschip mee voor anker. Zo'n ketting heeft ze om. Ja. En dan heeft ze ook nog zo'n soort van, weten we veel, zo'n huisvriendje. Oeh, ja, die Eduardo. Ja. En die arme Olof, die moet dan maar een beetje omheen cirkelen. Nou zeg, ja, daar gaan we nog veel plezier aan beleven hoor, aan Hoedje. Ja, 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 ja. Maar wat dacht je van die gozer daar in de bergen in Spanje? Joy of zo, of Joey, weet ik veel, die heet. Die noem ik even Open Hempie. Hé, want die gooit zijn hemd ongeveer open tot aan zijn navel, zodat we wel weten, kijk, ik heb een open hemd, ja. En hij houdt er ook erg van om Engelse uitdrukkingjes te gebruiken. Ja, vibe, explore, safe space, interesting. Ja, wij vinden het ook allemaal buitengewoon interesting, maar ook buitengewoon irritant. Ja, ja, open hempie. En die krijgt bezoek van zo'n meisje. En Zoe, hoe heet je nou? Zoe. En Zoe die is een kakkieneusje. Ja. Het voorbeeld van een kakkieneusje. Nou, die zal je maar als vriendin krijgen, zeg. Die lopen de hele dag zo'n air te oefenen, hè? Ja, want die hebben zo'n... En die praten zo. En die hebben dan die air. Ja, lekker. Gaat ze de hele tijd. Staat ze maar voor die spiegel. En dan moet je ook zo'n bekkie bij trekken. Want anders krijg je hem er niet goed uit, hè. Die air. Lekker. Lekker. Ja hoor. Oh, vrienden, is me dat ook irritant. En dan heeft u nog eentje gekregen. Die doet aan sound healing. Babette of zo, weet ik veel. En die had een beetje pijn aan de enkel. Die gaat met een stemvork. Heb je die gezien? Stemvork, ja. Want die ging dus de liefde van de stemvork aan haar geblesseerde enkel te geven. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Knettergek. Ja, maar goed. En daar gaan wij ook nog heel veel plezier aan beleven. En trouwens, stop die stemvork gewoon lekker, hup zo, hap, vol, hap, in het hol. Dang, 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 dang. Dan ga je zo de hele dag door het leven, ja. Maar, vrienden, de meeste plezier gaan wij natuurlijk beleven aan die zwevers daar. In Frankrijk, met die Walter. Ja, die noem ik maar even voor het gemak. Nu even Jamanda, want dit is allemaal een gezweef van heb ik jou daar. Ja, die mensen die hebben ze daar weggehaald. Bij een inrichting waar ze last hebben van het Hovercraft-syndroom. Ja, dat kan niet anders, want die zijn alleen maar bezig met tantra. En dat is met een gezweef en een uitwisseling van energie. Ik geef jou een beetje energie en dan geef jij mij weer wat energie terug. En dat soort dingen. Spiritualiteit, daar zijn zij mee bezig. Diepgang ook. Maar als je die gesprekken hoort, die hebben gewoon de diepgang van een pierenbadje, vrienden. Maar ze zijn de hele... gaan ook dansen de hele tijd, ja. Die Jamanda ook, die Jamanda die wil ook de hele tijd, die Walter die wil alsmaar dansen en ho en toen kwamen daar twee van die vrouwen, die kwamen daar op bezoek. Daar hebben we dit ook weer dik in orde. Die ene die, met die Rasta, die zogenaamd is dat dan, kijk mij eens een helemaal een te leuk en te gek wijf zijn. Dat. Oh, wat is dat erg, vrienden. Hai. En dan die andere, ja, die lijkt zo gewoontjes. Die noem ik dan eventjes maar voor het gemak, mevrouw Doorsnee. Maar die, ja,
Maar die slaat ook allemaal kromme teksten uit. Want die zei dan van, ja, als een hond ergens mee zit, ja, dan schudt hij dat van zich af. En daar moeten wij mensen ook af en toe even met dat dansen even schudden. Ja, dan raken we ook allerlei dingetjes kwijt. Hé, hey, tweet, 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 tweet. Weer, vrienden, hoe vinden ze ze gewoon? Ja, die productie van BNB Vol Liefde, ja. De, hoe krijg je ze bij elkaar? En, nou ja, en die, dat ging dan dansen en dat ging dan ook nog met elkaar knuffelen. Ook, want dat was dan, weet ik veel, 8 seconden moesten ze elkaar vasthouden. 8 seconden zo, hoog, op elkaar vast. Want dan wissel je stofjes uit. Ja, stofjes uitwisselen. Leuk, ja. Ja, want dan voel je elkaar beter. Nou ja, vrienden. Hé, hey, je gaat je gewoon absoluut heel erg normaal voelen als je naar al die ongein kijkt. Ja, nou en zo gaat het maar door. En dan gingen ze weer in een blootje buiten liggen daar bij de sauna. En dan gingen ze ook weer de aarde voelen en elkaar weer en de energie uitwisselen. En, vrienden, één ding is duidelijk. Eén ding is heel erg zeker. Wij gaan een hele leuke zomer tegemoet. Ja!